Hallo. Linkse mensen zijn best aardige mensen. Ik ken er een hoop. En ze willen een betere wereld, met meer groen, nou ja, wie niet. De vraag is alleen, wat is een eerlijkere wereld en hoe komen we tot dat eindresultaat? Deze aflevering gaat over communisten, socialisten, sociaaldemocraten, social justice warriors en wat voor fantasienamen ze zichzelf nog meer geven. Want spelen met woorden, dat kunnen ze. 10 aspecten waar ze de plank misslaan. Socialisten, communisten draaien op ongelijkheid. Dat is het gevolg van toeval of onrecht. Dat geloven ze. En dat vult al snel het systeem van slachtofferschap in met slachtoffers, hulpverleners, redders, vingerwijzers en daders. De zwakkeren van de samenleving, kwetsbare groepen, kortom het substituutproletariaat, daar gaat het om. En er is een rangorde. Helemaal onderaan staan mensen zoals ik, blank en man. Oh. En aan de top staan wezens als een transpanseksuele, dove Pakistaanse moslim met Gilles de la Tourette. In het bereiken van die gelijkheid worden zelfs standaarden verlaagd. Mensen worden ontmoedigd om het beter te doen. Zoals een Zweedse kantinejuffrouw ontdekte toen ze de schoolkinderen een betere lunch, een gezondere lunch wilde voorzetten voor hetzelfde budget. Ze werd gedwongen om weer terug te gaan naar hetzelfde lage niveau als alle andere scholen hadden in het land. Want anders zou het namelijk niet eerlijk zijn voor al die kinderen van die niet op dezelfde school zaten. Zo werkt socialisme. Dus nee, socialisten, daar hebben jullie toch echt mis. Ik ben zelf het gevolg, het product van mijn voorouders. Zij waren de mensen die het gered hebben. En daar heb ik zelf verder nog hard aan gewerkt om te worden wie ik nu ben. Onrecht is er zeker, maar hier niet. De vraag is of je het onrecht wat wel bestaat, onder ogen durft te zien. Socialisten zingen met z'n allen de internationale. De Sovjets die hadden Komintern om het proletarisch paradijs uit te breiden tot ver buiten Rusland. Grenzen vinden ze eigenlijk maar gewoon onzin. Dus sta niet raar te kijken wanneer een linkse kutminister met nationaal belastinggeld tot ver buiten de landsgrenzen regeert. En uiteraard zijn die mensen van ver ook welkom om hier te wonen en te blijven en dan nog eens een keer de familie erachteraan te sturen. Want, zo denkt de socialist, het land is van iedereen. Nou, nee. En in het kader van links globalisme is er ook nog het verschijnsel identity politics. Daarbij voelt iemand zich veel meer verbonden met een internationale gemeenschap, bijvoorbeeld alle homo's van de wereld, alle vrouwen van de wereld, noem het maar op. Veel meer dan met de landgenoten. Dus dan zie je bijvoorbeeld Lodewijk Asscher bij Buitenhof pleiten voor ondertekening van het Oekraïne-verdrag, omdat Joden en homo's uit dat land daarom vragen. Landsbelang op de tweede plaats kennelijk. Dus nee, wat wij nu kennen als Nederland en België, dat was eerst woesternij. En de mensen die daar toen zijn gaan wonen, die hebben er wat van gemaakt. Die hebben het land bewoonbaar gemaakt, die hebben de cultuur bepaald, de welvaart binnengebracht. En die cultuur, die was heel erg gericht op betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. Want als je dat niet, als je daar niet een groot punt van maakte, dan mislukte de oogst. Dan had je van de winter had je niks te eten en dan ging je dood. Het land moeten we kortom niet zomaar even prijsgeven.
Niets zo inconsequent als een socialist. Want ze bepleiten wel de gelijkheid, maar laten het zelf vaak afweten. Ja, tuurlijk, iedere partij heeft wel zijn schandalen. Dat is duidelijk. Alleen, links presenteert zich altijd als moreel verheven, vaak met stuitende arrogantie en gebrek aan zelfreflectie. Dus, dan ga ik er eens bij staan bij een PvdA-partijcongres en dan hoor ik Abu Talib als burgemeester vertellen hoe hij regelmatig afdaalt naar het niveau van de Rotterdamse stadsbewoner wanneer deze zich meldt met zijn problemen. Hij hoort het niet eens, hè? Afdaalt. En Guusje ter Horst, die komt beschonken als burgemeester van Nijmegen bij een alcoholcontrole, maar ondervindt daar verder geen gerechtsvervolging van. En het stadsdeel Oost in Amsterdam is al jaren een broeinest van corruptie en vriendjespolitiek. Wim Kok beklaagt zich als premier over de exhibitionistische zelfverrijking van het bedrijfsleven om vervolgens als bestuurder van ING daar goedkeuring aan te geven en zichzelf ook te buiten te gaan aan deze vorm van exhibitionisme. En dan is er nog het links cryptoracisme. Want iedere buitenlander die van ver hierheen komt, wordt subiet, ongezien, ingedeeld bij de zwakkeren van de samenleving. Alsof zo iemand helemaal niets te melden heeft. En de kinderen van deze linkse elite, die blijven ook verstoken van diversiteit. Want zij moeten van hun ouders naar de witte school. Meten met twee maten. Linksmensen hebben vaak een beperkt inlevingsvermogen, vooral op rationeel vlak. Dat betekent dat ze zich heel moeilijk kunnen voorstellen wat een ander wil bereiken. En dat maakt ze slechte onderhandelaars. In hun wensdenken houden ze vaak geen rekening met de menselijke natuur. Dat heeft dan bijvoorbeeld tot gevolg die rotondes waar fietsers in onvoorspelbare richting omheen cirkelen. Van hun emotionele empathie ben ik ook niet erg onder de indruk. Want hoe gevoelig ze zich ook tonen, wat er in een ander omgaat, kunnen ze vaak niet bevroeden. En dan wordt het heel erg amusant wanneer de linkse elite een treffen heeft met het volk, waarvan ze de problemen vaak jarenlang ontkend hebben. Het is funest wanneer ze geconfronteerd worden met psychopaten. Veel linksmensen geloven dat in de kern iedereen wel goed is. Ayn Rand noemde ze de mystici van de dwang. Dat is ongeveer de vertaling. Linkse mensen hebben vaak geen idee hoe iets in elkaar steekt of hoe ze iets kunnen bereiken. Dus als je een echt links persoon vraagt hoe zit dat klimaatprobleem nou precies in elkaar, leg me dat nou eens uit, dan hebben ze geen verhaal en dan verwijzen ze naar iemand anders die het gezegd heeft. En hoe je met windturbines uiteindelijk tot energiebesparing kunt komen, daar hebben ze ook geen verhaal voor. Kennelijk is de wens de vader van de gedachte. En die gedachte die luidt, het is waar, want ik wil het. En omgekeerd, ik wil het niet, dus is het niet waar. En dan kan je een plaatje laten zien van een stopcontact met een zonnecel die zo tegen een ruit aangeplakt is. En dan zeggen ze enthousiast, ik wil dit, waar kan ik dit kopen? Nou, het plaatje wat ik daarvoor laat zien is vele jaren uit en bij mijn weten is dit geen hardloper geworden. Wanneer je idealen verheven zijn boven alle twijfel en gesanctioneerd door de deskundigen en behoren tot de objectief kenbare waarheid, dan verdienen ze toch alle kans. Moet je dan nog mensen gaan overtuigen? Tuurlijk niet. Dan wordt het tijd om die mensen te gaan dwingen. Tijd voor boycotts, boete, verboden, verplichtingen en economische en sociale uitsluiting. Met op de achterhand de sterke arm.
Vandaar de term mystici van de dwang. Als je een feestje geeft, dan is het goed om voorwaarden scheppend te werk te gaan. Iedereen heeft het naar zijn zin. Noem het de vrouwelijke aanpak. Als je een vergadering hebt met concrete doelen, dan past de mannelijke aanpak veel beter. Doelgerichtheid. Want ik zat erbij, bij vergaderingen van GroenLinks en Occupy Amsterdam, waarin iedereen wat mocht zeggen, maar waarin niets bereikt werd. Dan past de mannelijke aanpak beter. Doelgericht. Wat je ook nog wel eens tegenkomt, zijn twee doelen tegelijk. Dat is eigenlijk twee heren dienen, dat werkt dus niet. Dus als je een winstgevend bedrijf hebt of een slagvaardig leger, maak er dan geen integratieproject van. Kiezen. Links heeft het nooit gedaan. Dat hun plannen verkwistend zijn, bijzonder weinig opleveren en ernstige bijwerking hebben, dat ligt niet aan hun. Want ze hadden coalitiepartners en er waren andere factoren. Links is eigenlijk verminderd toerekeningsvatbaar. En wat ze geloven, dat is zo fluïde als Barbapapa. Want aan de ene kant geloven ze in vrouwenrechten en in homo-emancipatie. En aan de andere kant willen ze het land vol hebben met lieden die daar juist vijandig tegenover staan. Links is eigenlijk schizofreen. Opvallend is een algemeen negatieve manier van denken. Linkse mensen, meer dan anderen, vertellen je vooral wat ze niet willen. Hun taalgebruik is doorspekt met de woorden geen en niet. Als een links intellectueel je een compliment maakt, dan doet hij dat bijvoorbeeld met een niet onverdienstelijk. Zeg er gewoon verdienstelijk. En als je niet voor windturbines bent, dan ben je dus kennelijk voor kolencentrales. En als je niet links bent, dan ben je dus rechts. Ben je niet genoeg tegen Geert Wilders, dan ben je dus voor de PVV. Ze vullen het graag voor je in. De groep die oproept tot tolerantie laat het zelf vaak afweten. Stuur maar eens een PVV-kiezer op ze af. Daar hoeven ze niet mee te praten, zo'n racist. Maar ook binnen de eigen groep is er maar nauwelijks ruimte voor dissident gedachtegoed. Er is een gesanctioneerd meningenpakket, een gedragspakket, waar je als lid van de groep beter aan kunt conformeren. Uit angst voor uitsluiting. Want angst en zelfcensuur kenmerkt links tot aan zelfverraad. Dat leren we van de Sovjet-Unie. Uiteindelijk is tolerantie een hondje wat in zijn eigen staart bijt. Bent u links? Dan krijgt u van mij een compliment. U heeft zich er doorheen geslagen. U behoort niet toe tot die groep in zichzelf gekeerde, overgevoelige, bozige linksmensen die ik net heb beschreven. Misschien bent u wel rechts? Geintje. Als tegenpool van links zie ik niet rechts, maar normaal. Misschien bent u wel normaal. Terugkoppeling. Ik ontvang het graag in de comment-sectie, zoals dat heet. Want de waarheid stel ik meer op prijs dan mijn eigen gelijk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Als je dit een goede video vond, like hem dan even en word lid van dit kanaal.